Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en deze aflevering geen aandelen en crypto, maar je hypotheeklasten verlagen. Ik heb in het verleden een video gemaakt hoe je dat kunt doen met allemaal gratis dingen waar je recht op hebt, om zo je kosten per maand plat te kunnen drukken. Ik heb daar een hoop bedankjes voor gehad en ik ben blij dat ik jullie heb kunnen helpen. Prima gedaan zo. Er is echter nog steeds een groep mensen die heeft nog niets aan de hypotheeklasten gedaan en ik druk jullie op het hart om dat nu, maar dan ook nu te gaan doen. Het leven daarbuiten is te duur aan het worden. En al die dure zaken plus hypotheeklasten kan ervoor zorgen dat je het niet meer kan bijbenen en dat je gezin eronder gaat lijden. Dus neem de juiste stappen. En er zijn stappen die je gratis kunt doen. Echter, doordat je zo lang hebt gewacht, zijn er ook een aantal stappen die niet meer mogelijk zijn of heel erg moeilijk zijn geworden. Wat ik in deze video ga doen, ik ga weer even stap voor stap die dingen highlighten die je nu kunt doen die nog gratis en makkelijk zijn. En ook de items die moeilijk zijn geworden doordat de hypotheekrente bijvoorbeeld is gaan stijgen. En dat is jammer, of de taxatie bijna een onmogelijk traject is geworden. En vooral die hypotheekrente, dat is nu de issue waarom ik deze video maak. Een hoop van jullie die hebben gewacht met het aanpassen van de hypotheek, omdat ze dachten het gaat wel weer verder dalen, Maar helaas door de gebeurtenissen in de wereld en een inflatie die nu bezig is, hebben de banken nu gezegd we gaan nu met die hypotheekrente omhoog. En dat betekent als je een hypotheek nu afsluit van 400.000 euro en hij gaat 0,5% omhoog, dan is dat al 2.000 euro per jaar bij een lineaire hypotheek. En laat staan hogere hypotheken, laat staan moeilijkere constructies. Dus je moet nu actie ondernemen. En hou er rekening mee mensen, inflatie, dat is echt een killer op dit moment voor je hypotheek. Olieprijs, kosten van levensonderhoud, energie. En dan stapelt dat zich allemaal op. Dus hypotheeklasten kun je gratis nog dingetjes doen. En ik stel voor, kijk naar de stappen die nu volgen en trek je conclusies. Nou, die video waar ik het over heb gehad, die ik in het verleden heb gemaakt, die zal ik in een aantal linkjes rond deze video vermelden. Als je achter een desktop zit, hier aan de bovenkant zul je die link zien. Ik zal hem ook ter afsluiting als tile neerzetten en ik zal het in de beschrijving zetten. Want daar staat stap voor stap uitgelegd hoe je alles kunt doen. Hier zal ik een beetje alles samenvatten, want deze video is puur gebruikt als nadruk van je moet nu actie ondernemen. Laten we dan even naar die basics gaan. Als je kijkt naar je hypotheek bestaat die uit twee delen. Je hebt je rente per maand en je hebt een aflossing. En dat zijn je hypotheeklasten. En in je contract is dat samengesteld. Dan kun je nog op het einde van het jaar belastingvoordelen krijgen. Wordt iedere keer minder. Als je kijkt, 2018 was het bijna 50%. En in 2023 gaat het naar de 37% toe. Dus stap voor stap worden die belastingvoordelen verminderd. Dus ook hier moet je rekening mee houden dat je dit voorgeschoteld gaat krijgen. Je rente bestaat bij de meeste contracten uit een basisdeel plus een schuldwaardeopslag. En die schuldwaardeopslag, daar moeten we het mee doen. Dat basisdeel ligt vast voor de contractduur. Dat is trouwens wel een mooie om te benoemen. Nu de hypotheekrente stijgt, blijft dat basisdeel gewoon hetzelfde zolang het contract nog loopt. Dus heb je een 10 jaar contract en je zit een beetje halverwege, dan heb je nog 5 jaar op dat basisdeel. Wat er ook met de hypotheekrente gebeurt. Je moet wel rekening houden. Als je looptijd voorbij is en je hebt nog steeds hypotheek openstaan, dan krijg je een nieuw contract onder je neus en daar wordt wel die nieuwe rente in verwerkt. En dat kan ook een behoorlijke tik zijn. Dus dat geef ik ook eventjes mee. Maar we gaan dus kijken naar die schuldwaardeopslag. Even een reminder, wat was dat ook alweer? Dat is je totale openstaande schuld gedeeld door de waarde van de woning. Nou, toen je hypotheek afsloot, en misschien is dat jaren geleden, waren de woningprijzen een stuk lager dan nu. En dan had je waarschijnlijk een vrij hoge schuldwaardeverhouding. Want je schuld was meestal hoger dan de waarde van je woning. Want je had de notaris erin opgenomen. Je had misschien toen nog een bouwdepot of andere zaken. Dus die schuld was vele malen hoger dan de woning. En werd er ook een hogere schuldwaardeopslag berekend. Hoe kunnen we dat plat gaan drukken? Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like, dat motiveert mij nog meer om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Bij je hypotheekcontract zat waarschijnlijk een tabelletje. En dat tabelletje gaf aan, als nou je schuld minder wordt,
dan wordt de schuldwaardeverhouding tegenover je woning, die wordt verbeterd en gaat je rente zakken. En dat tabelletje moet je opzoeken. Bij de ING-bank bijvoorbeeld is dat een vrij uitgebreide tabel. Staan mooi die stappen uitgelijnd en zie je precies van als je woning stijgt of je maakt je schuld lager, dat je dan gewoon de ING kan bellen en een lagere rente kunt krijgen. Nou, hier op het scherm zie je een voorbeeldje. Stel je had een basisrente van 2,5% en 0,9% had je aan bijvoorbeeld die waardeopslag. Dan kwam je uit op €992 per maand. Dus die twee rentecomponenten op een schuld van €340.000, €992 per maand. Als je woning omhoog gaat of je schuld vermindert doordat je aflost, dan kom je bijvoorbeeld in een andere groep te zitten. En dan zie je in het onderstaande voorbeeld dat je ineens naar €758 per maand gaat. En dat gaat best wel hard. En daar hoef je niets voor te doen. Die kun je gewoon verlagen. Je moet er wel rekening mee houden dat je belastingvoordeel natuurlijk dan ietsje minder wordt. Maar uiteindelijk was je meer aan het betalen en in die tweede configuratie minder. Nou, hoe kun je de waarde van je woning verhogen? Heel simpel. Waarschijnlijk als je al een tijd hypotheek hebt en je hebt niets gedaan, is de WOZ is al lang voorbij die basistaxatie gegaan toen je je woning kocht. Dus die laatste WOZ die kun je naar je bank sturen. Waarschijnlijk heeft je bank een soort uploadomgeving, kun je dat gewoon in uploaden. Dan bel je de bank op van joh, ik wil nu die rente verlagen en het is geregeld. Dan moet je waarschijnlijk 1 of 2 maanden nog de oude hypotheek betalen, maar daarna zit je heerlijk in een verbeterde cashflow. Doe dit alsjeblieft. Het ligt wel natuurlijk aan je hypotheekverstrekker en hoe uitgebreid de tabelletje is, maar dit laat ook zien als je een nieuwe hypotheek neemt, dat je een bank kiest die een uitgebreide tabel hebt. Want dan kun je al bij een beetje aflossing of een verbetering van de woningprijs al in een nieuwe rentetabel komen. Of rentestuk komen. Voer dat alsjeblieft uit. Nou, taxatie is een rampenplan geworden. Ik heb jullie verteld, jongens, pas op, want in juli 2021 worden die taxatieregels anders. En dat betekent ook met bodemonderzoek en andere constructieonderzoeken. Kost handenvol geld, kost tijd. En waarschijnlijk schiet je er dan niets mee op. Dus die stap heb je al verloren. Jammer, helaas. Tenzij je een taxateur vindt die toch nog iets kan verzinnen. Maar het is op dit punt gewoon einde oefening. Dus je zal het moeten doen nu met de WOZ. Een stap die moeizamer wordt, dat is het openbreken van de hypotheek, van het hypotheekcontract. Als je zegt van ik heb nog 5 jaar, dan kun je hypotheekverstrekker bellen. Zeg je wat gebeurt er als ik nu dat contract waar ik nog 5 jaar van heb, openbreken, we maken weer een nieuwe 10 jaar van. Voor de crisis kon je best wel daarmee opschieten. Dan ging je rente soms met procenten naar beneden. Er kwam wel een boete in, maar dat was nog steeds vele malen lager als de maandelijke lasten. Die boete werd gewoon verrekend in een nieuwe rente. En daar was je dan klaar mee. Echter, nu door die rente stijgt, kunnen waarschijnlijk alleen de mensen die een heel oud hypotheekcontract hebben daar nog voordeel uit halen. Die stap zullen degene die minder dan 5 jaar geleden een contract hebben afgesloten, niet veel meer vooruit gaan. Maar je kunt het nog steeds proberen. Bel gewoon je hypotheekverstrekker op en zeg, joh, wat gebeurt er als ik nu een nieuw contract ga afsluiten? En voor hetzelfde geld kan het nog net de goede kant op gaan. Dus check dat even en dat is de laatste stap die je kunt doen. Wat ik ook heb gezegd in mijn vorige video, dat is dat een huis kopen je nieuwe pensioen is. Doordat die inflatie steeds meer stijgt, leven duurder wordt en pensioenen niks meer waard zijn straks, is je huis je pensioen. Want als je je pensioensleeftijd hebt bereikt, kun je zeggen ik verkoop mijn woning en ik ga daarna gewoon huren. Punt. Afgerond. Het is niet anders. Als je niet een megapot met geld hebt, dan wordt het leven best wel moeilijk. En trauma na trauma stapelen zich op in de buitenwereld. En het gaat echt nog een tijd duren voordat het weer goed gaat. En reken er niet op. Zeker ook met dat klimaatgedoe waar we allemaal moeten inleveren. Het wordt een puinhoop de komende jaren. En onze kinderen krijgen er alleen maar meer last van. Dus je moet je nu gaan ingraven. En die hypotheekconstructie hoort er ook bij. Zoals ik gezegd heb aan het begin, doe er nu wat aan. Ga nu actie ondernemen, zolang de hypotheekrente nog een beetje op een leuk niveau is, want het zal alleen maar gaan stijgen. Dit was geen financieel advies, ik ben geen financieel adviseur, maar doe met de informatie wat je kunt.
Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei. A's, zero. B's, zero. Double B's, zero. Triple B's, zero. And then that happens. What is that? That's America's housing market. Thank you. Fucking hey, Jared. Shut your fucking mouth.